Is bol.com 10 miljard waard of nog veel meer? Ahold heeft van de week bekendgemaakt dat ze bol.com naar de beurs willen brengen. Goed nieuws voor de aandeelhouders van Ahold natuurlijk. Want daar zit een verborgen waarde in. We weten niet hoe hoog die waarde is, maar die is er maar op één manier uit te krijgen. En dat is door bol.com naar de beurs te brengen. En dan kunnen we zien wat de markt daarvoor over heeft. Coolblue lukte het niet. Ik moet zeggen dat Coolblue wel een iets ander bedrijf is dan bol.com. Bol.com is veel meer een marktplaats. En in die zin te vergelijken met Amazon dan Coolblue, wat eigenlijk gewoon een online retailer is. Weliswaar met een heel goed track record en een hele hoge NPS-score. Maar bol.com verkoopt nu al meer dan de helft van de producten die via hun platform verkocht worden, komt van andere verkopers. Dus heeft eigenlijk veel meer in zijn marge en draait ook veel meer omzet, moet ik eerlijk zeggen. We verwachten dat bol.com dit jaar rond de 5,5, 6 miljard omzet uitkomt. En als ik even kijk naar de waarderingen voor dit soort bedrijven in Europa, dan ja, het verschilt natuurlijk, maar laten we zeggen voorzichtig is 2 keer de omzet. Dan kom je nu al op 10 miljard plus. En stel dat de omzet van bol.com de komende jaren hard doorgroeit. En waarom zou dat niet? Hè? We gaan steeds meer online kopen. Dan kom je misschien wel op 15 miljard en misschien wel op 20 miljard. Nou, een hoop fantasie natuurlijk, omdat Ahold als geheel nu een market cap heeft van 30 miljard. Nou, bij de beleggersdag werden ook een beetje de nieuwe doelen gepresenteerd. Moet erbij zeggen dat het erg goed gaat met Ahold. Ze hebben voordeel gehad van de corona, maar dat weten ze goed vast te houden. Het gaat nog steeds heel erg goed. Mooie dividenden, dik aandelen inkoopprogramma komt er weer aan van 1 miljard. Dus dat stuurt de winst ook al op met 3% per jaar. Dus ja, het gaat in zijn geheel heel erg goed met Ahold. En door bol.com naar de beurs te brengen, krijgen we meer inzicht in hoeveel Ahold nu echt waard is. Stukje extra fantasie is nog dat Ahold misschien wel verder wil groeien in Europa. Een van de redenen waarom ze bol.com naar de beurs wil brengen is ook dat zij geld zoeken eigenlijk voor verdere uitrol van Ahold. Nou, ik weet niet waar ze precies aan denken. Je zou je kunnen voorstellen dat ze misschien, omdat er toch niet echt veel synergie is tussen de Amerikaanse supermarkten en de Europese, dat ze straks op termijn een keuze gaan maken tussen of Amerika of Europa. Nou, dat is dan waarschijnlijk Europa kiezen. Met Albert Heijn hebben ze een ontzettend sterk merk in handen. In Amerika speelden ze toch een beetje de tweede of derde viool. En dan zou ik voor kunnen stellen dat op de langere termijn zij misschien de Amerikaanse vestigingen weg gaan doen. Of gaan fuseren met een Amerikaanse partner, of een Amerikaanse concurrent. En dan vervolgens door gaan groeien in, wie weet, Frankrijk of Duitsland, Spanje, die kant op. Nou, veel te doen bij Ahold. €30 is nu de koers. We zagen wat analisten wat negatief reageren. Hè. Wat ze dan doen is dat ze de koersdoelen lichtjes verhogen, maar ze halen het koopadvies eraf, omdat het toch in de buurt staat bij hun eerder afgegeven koersdoel. Maar ik denk dat als bol.com inderdaad een mooie waardering krijgt van 10, 15 miljard, ja, dan gaat het plaatje rond Ahold er toch wel wat anders uitzien. En dan kunnen we makkelijk richting €35, €40. Nog veel toekomstmuziek, ik geef het toe. Maar Ahold doet het ontzettend goed, onderliggend ook. Dus daar lopen we geen risico. En ja, voor een lange termijn portefeuille is dit een heel mooi aandeel. Ik heb er spijt van dat we hem uit ons beleggingselftal hebben gegooid. En ik zal Albert dan ook vragen of hij terug mag.